Ja, dankjewel, Ivan. Luisteraars, welkom bij het tweede uur van Wel Geïnformeerd. Welkom, Rington. Goedenavond. Welkom. Goedenavond, luisteraars. Wel, in het tweede uur gaan we praten over een COVID-voorlichtingscampagne die al geruime tijd bezig is. En met name onder, etnische minderheden, waaronder de Surinamers. En als het goed is, hebben wij nu twee gasten aan de lijn. Ik verwelkom mevrouw Joan Nunnally. Joan Nunnally, goedenavond. Goedenavond. En ik verwelkom ook de heer Efraim Hart. Goedenavond, meneer Hart. Dat ben ik. Goedenavond ook. Ja. Even voor de luisteraars. Mevrouw Nunnally, wilt u zich even aan onze luisteraars voorstellen? Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Joan Nunnally. Ik ben ondernemer en woonachtig in Rotterdam. En ben met een aantal vrienden, kennissen, het initiatief gestart, COVID Urgent Team, om misleidende informatie zeg maar tegen te gaan. En op deze manier informatie te geven aan de samenleving. Oké, meneer Hart. Goedenavond, mijn naam is Efraim Hart. Ik dacht ik moet mezelf voorstellen. Nou, ik ben dus een van die kennissen die Don heeft benaderd. Het is heel fijn dat we samen in dit COVID Urgent Team mogen zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als arts en ook adviseur in het OVG in Amsterdam. En daarnaast doe ik ook daar onderzoek. Ik heb heel veel meegekregen, ook in mijn eigen kring natuurlijk, met betrekking tot COVID, maar ook in het ziekenhuis en in een missie in Suriname. Dus het is heel belangrijk dat we hier eigenlijk werk van maken. En dat jullie ons ook de tijd geven om hier het een en ander te bespreken. Dankjewel, alvast. Ja, om te beginnen, mevrouw Nunnally. We weten dat de... bij de Surinamers houden. We weten dat er nogal wat misverstanden heersen in de Surinamse gemeenschap. Voor wat betreft corona, COVID... En voor wat betreft de besmettelijkheid. Heeft u daar een verklaring voor? Nou ja, het is, ik ben natuurlijk geen wetenschapper of arts zoals Efraim. Mm. Maar zoals we weten worden we al 2 jaar geteisterd door deze pandemie. En wereldwijd raken mensen besmet met COVID. Ze worden ernstig ziek. En een deel van veel besmette mensen overlijden er zelfs aan. Inmiddels kennen we allemaal wel iemand die aan het virus is overleden. Mm-hmm. En dat is best wel zorgelijk. Tegelijkertijd liggen er ook nog steeds te veel besmette mensen op intensive care van onze ziekenhuizen. En een groot deel daarvan is ongevaccineerd. En daarnaast is het nog belangrijker gegeven dat we met elkaar moeten kijken van welke informatie laten we ons tot ons komen. Een buitenproportioneel ongevaccineerde zijn mensen van Surinaamse afkomst. Ja. En dit betekent ook dus dat er ergens gewoon een grote kans is om besmet te raken of ziek te worden. En de informatie bereikt ons wel, maar ook heel veel misleidende informatie. En dat laatste daar vind ik echt zorgelijk worden. Omdat ik vind dat wij ook recht hebben op de juiste informatie vanuit de overheid, vanuit de artsenwereld en vanuit alle COVID-teams. En daarom ben ik dit initiatief ook gestart. Om vooral de tone of voice naar onze mensen te laten horen over die informatie te geven. En daarom dat ik een aantal ambassadeurs erbij heb gevraagd met kennis en cijfers om deze informatie tot ons te laten komen. Want het is nu zo misleidend over veel complottheorieën, waarvan ik denk, ik zie gewoon heel veel mensen besmet raken of uitvallen. Of zelfs overlijden. En dat is mijn grootste zorg op dit moment. Wil? Goedenavond, Wilco Drinton hier. Kunt u een voorbeeld geven van die misleidende informatie? Wat ziet u het meest, wat komt het meeste voor als het gaat om die misleidende informatie? Bijvoorbeeld informatie over, we weten niet wat het natuurlijk op termijn betekent. En het vaccin is snel ontwikkeld en de lange termijn voor het lichaam, geest en ziel zijn daardoor onduidelijk. En dat is informatie wat misleidend kan zijn of
dat overheid misschien toch een spel speelt. Of het vaccin is geen vaccin, maar een manipulatieve vorm van gentherapie. Dus er zijn best wel veel zaken. Nou ja, alle filmpjes. Dus ik denk dat iedereen in zijn app of via social media veel van dit soort misleidende informaties en filmpjes inmiddels heeft gekregen en gezien. Er is één punt waar ik naartoe wil. Maar het is toch ook zo dat we niet weten wat op termijn, op langere termijn, de effecten kunnen zijn van... Ik bedoel, de andere zaken die, van gen en dat soort zaken vind ik ook flauwekul. Ik ben zelf ook medisch geschoold. Dus ik weet dat een aantal dingen gewoon niet kloppen. Ja. Maar die onzekerheid die wij met z'n allen hebben, is toch wel waar dat we niet weten. Dat klopt. Ja. En dat moeten we niet daar de nadruk wat meer op leggen? Zal ik daar even op... Ja, meneer Hart. Kijk, het is überhaupt moeilijk met alle medicijnen die worden gemaakt om iets te zeggen over de lange termijn consequenties van alles. Ook wat je vandaag eet, je weet ook niet wat het effect over 50 jaar is van wat je vandaag eet. Maar als we het even vergelijken, COVID zelf is natuurlijk ook een nieuw virus. En we weten ook niet wat de lange termijn effecten zijn van besmet raken met zo'n virus. Op korte termijn daarentegen zien we wel direct het effect van een vaccin nemen of je laat of besmet raakt worden met COVID. Hè. We zien dus dat mensen letterlijk dus doodgaan door zo'n COVID-besmetting. En dus op korte termijn kan je de effecten wel heel goed zien van elkaar. Daarnaast weten wij vanuit de wetenschap wel precies wat in zo'n vaccin zit. En op basis van wat jij, zeg maar, dus op wetenschappelijk niveau, maar als ik even vertaal naar menselijk niveau, op basis van wat jij dagelijks eet, kan jij wel verwachten welke risico's jij op lange termijn loopt. Zo kunnen wij in de wetenschap ook op basis van wat wij in een vaccin stoppen, met enige zekerheid een verwachting, risico- en verwachtinganalyse doen van wat wij dus op de lange termijn verwachten. En op de lange termijn verwachten wij dus niet zoveel risico's van het vaccin. Uh-huh. Wat wij wel kunnen verwachten van een vaccin is dat je op korte termijn bepaalt dat je grieperig voelt, niet lekker. Want je krijgt dus de normale reacties die je krijgt van een infectie, die kan je dus ook van een vaccin krijgen. Maar milder dan als je echt besmet raakt met het virus. Maar u heeft juist een punt te pakken waar ik ook onze luisteraars in wil meenemen. Ja. Moeten we niet meer aan wat de voorlichting betreft ook dit soort zaken ook meenemen om uiteindelijk die Wild West verhalen onderuit te halen? Want ik zie bij de overheid daar bijna niets van. Maar wij zouden daar ook een bijdrage aan kunnen leveren om luisteraars en mensen die nog niet zo ver zijn dat ze de wetenschap kunnen volgen, duidelijk te maken hoe het precies zit. Exact. En dat is precies belangrijk, hè? Want kijk, het is niet zo dat we mensen gaan verplichten of zeggen je moet, hè? Iedereen moet die vrijheid zelf hebben en bepalen en houden. Maar wat wij zien is dat er gewoon die informatie, ja, hè, we zien de meneer Rutte, we zien de meneer Hugo de Jonge, we zien al die panels, maar we zien geen mensen die ook deze informatie kunnen vertellen die op ons lijken. Ja. Waardoor er al meer afstand staat. Er is al een bepaalde afstand met de overheid. En daarom vinden wij het belangrijk om ook gewoon via onze mediakanalen en onze mensen gewoon te gaan informeren. Ja. Want we zien echt gewoon dat veel besmette mensen ook bij ons in onze omgeving vallen. Ja. En wat het ook is natuurlijk, wetenschap is natuurlijk een bepaalde taal die niet iedereen spreekt. Precies. En omdat ik natuurlijk ook wetenschap snap, kan ik heel goed ook het onderscheid maken tussen nou dit artikel, dat klopt niet helemaal, of dit stukje is onjuist. En dat kan je afwegen, maar heel veel mensen kunnen dat niet. En er zijn weinig mensen soms in je omgeving die dat kunnen, die met je kunnen sparren over zo'n artikel. Oké. Ja, of het ook gewoon onze weg, gewoon taal, dat we echt meer snappen dat die tone of voice niet alleen maar de dure woorden en de termen of wat dan ook, maar dat we echt kunnen uitleggen hoe het zit. Of dat je echt de tijd er ook voor kan nemen. Ja. En daar maak ik me zorgen over. Maar u zou me een groot plezier doen om, als het gaat om welke type mensen liggen op de intensive care, of hoe zit het met de besmettingsgraad, niet alleen naar de mensen met een etnische afkomst te kijken. Want de Bijbel belt, als u ziet hoeveel mensen er besmet zijn in die omgeving, dan moet meegenomen worden. Want het is meer dan alleen maar etnische minderheden die op de IC terechtkomen. Mag ik daar een Ja, ga die gang.
Beide groepen zijn op de intensive. Dus er zijn ook mensen die gevaccineerd zijn. Ja. Maar die lopen veel minder over risico door het vaccin om op IC te komen. Ah. Maar daarnaast zijn er zeker ook mensen uit de Bijbelbelt. Maar een grote groep die op de IC is, dat zijn dus mensen die een vaccin niet nemen, omdat ze dus niet de juiste informatie hebben gehad. Er is ook een groep die het vaccin niet neemt uit religieuze overweging. Ja. Goed. Maar daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Ja, het is vervelend als je niet de juiste informatie hebt en daarom zo'n hoog risico net loopt. Mevrouw Nunnally en meneer Hart, ik wilde een aantal vooroordelen over het vaccin met jullie doornemen. Bijvoorbeeld dat een aantal vooroordelen over het vaccin en over COVID. Bijvoorbeeld dat de ziekte bewust is in de wereld is geholpen om minder mensen in de wereld te creëren. Om mensen bewust te vermoorden, zeg maar. Kennen ze dat? Dat leeft sterk onder de Surinamers. Ja. Mm-hmm. Wat kunnen jullie de mensen vertellen als zij met dit soort ideeën behept zijn? Zal ik eerst dan kijken? Ik hou mij graag tot mijn eigen kennis. Ja. Hè, en op basis van de informatie die ik zelf heb ontvangen, is de kennis van nu dat het niet door mensen ontwikkeld is. Maar dat weet ik simpelweg gewoon niet. Hè? En ik moet ook zeggen dat het feit er niet eens toe doet of het door mensen wel of niet ontwikkeld is, omdat het feit is dat het nu besmettelijk is en het ervoor kan zorgen dat je sterft of ernstig ziek raakt en dat je daarvan beschermd moet worden. Ja. Of het nou door mensen ontwikkeld is of niet. Maar ik denk zelf van niet, maar die kennis heb ik dus weer niet en ik hou me graag voor de kennis die ik zelf heb. Maar weet u, dat is nou het probleem. Die wetenschappers spreken elkaar tegen. U ziet ook, als u op de televisie in Nederland kijkt, hoeveel tegenstellingen er bestaan als het gaat om wat waar is en niet waar. Hoe kun je dan gewone doorsnee burgers die geen wetenschappers zijn overtuigen als de wetenschap ook al zijn twijfels heeft? Nee, maar dat is dus, dat is dus een klein nuanceverschil waarin ik zeg van, los van dat stukje informatie, of het dus door mensen ontwikkeld is of niet, dan kan je daar juist als wetenschapper eerlijk over zijn. Ja. Ik heb die kennis. Ja. Ik zou niet heel oneerlijk zijn om te zeggen van, ik weet 100% zeker dat niet zo is. Ja, okay. Dus ik wil graag zeggen van, dat weet ik niet. Mm-hmm. En wat ik wel weet, dat er dus mensen overlijden. Ja. En dat risico, om dat te voorkomen, kan je laten vaccineren. Ja, en hoe staan jullie tegenover een sterke Surinaams cultuurelement, namelijk de Osodresi? Het is in Suriname heel veel nu in het nieuws. En ook hier in Nederland, in de Bijlmer, zie je toch mensen die zeggen, ik heb mijn Osodresi, ik ga mij niet laten vaccineren. Wat vinden jullie daarvan? Meneer Hart? Ja. Persoonlijk vind ik dat heel zorgelijk. Het vaccin is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Van Osodresi is van verschillende middelen niet wetenschappelijk bewezen dat er een bepaalde werking voor is. Het zou zomaar kunnen zijn dat een van de middelen ergens tegen werkt, maar dat zou ik graag willen onderzoeken op wetenschappelijke manier. Ja. En kijken of dat inderdaad een werking heeft. En dan zou ik het aan iedereen aanraden als er een werking is. Nou, ik zal u stellen, we hebben hier op dit moment van RW Homoed C19. Homecure hebben we hier op tafel. Ja. Nou ja, kijk, hoe ik tegen Osodresi sta. Als dat voor jou een belangrijke manier is, neem het sowieso. Hè, dat. Maar vergeet niet dat daar de COVID heeft natuurlijk wel een bepaald soort tegengeluid nodig. En dat kan dat niet direct in de Osodresi zit. Dus om ervoor te zorgen dat je dus niet besmet raakt, ik zou zeggen, doe en. Oké, ik kan daarbij aansluiten. Ik ben zelf in Suriname gevaccineerd met AstraZeneca. Ja. Maar ik moet u vertellen, voordat ik dat gedaan heb, ben ik flink aan de Bita geweest en allerlei drankjes. Ik hoop het. En als we die twee dingen meenemen in de gesprekken die we hebben met mensen die twijfelen. Mm-hmm. Want wie niet wil, die ga je niet meer overhalen. Maar als je energie gaat steken in de twijfelaars, mensen over de streep te halen, zou ik het heel mooi vinden als voorlichters, zoals u en meneer Hart,
Mm-hmm. Ook die combinatie meenemen van en-en, want dat helpt onze mensen. Absoluut. Daarom zeg ik het ook, hè. Ik heb ook mijn Vita genomen. Maar ik heb ook gewoon, toch gewoon iets. Hè, die vaccinatie. Maar goed, ik heb dat ook omdat ik het... ik ontmoet heel veel mensen, ook voor mijn werk als ondernemer. Dus ik wil dat risico absoluut gewoon niet nemen. Okay. Om andere mensen te besmetten of ziek te maken. Ja, maar mijn Vita heb ik ook genomen. En daar ben je ik wil echt adviseren. Doe en-en. En meneer Hart? Ja, nee, in die zin kan ik me ook aansluiten aan Vita of in die zin fruit en groenten helpen je natuurlijk bij je algehele gezondheid. Dus die zorgen inderdaad dat als je ergens besmet van raakt, dat je minder snel zieker wordt, omdat je al van jezelf gezonder bent. Dus dat is in de basis. Ja. Maar als je een specifieke aandoening hebt, dan kan je daar specifieke medicatie tegen nemen of in preventieve zin je ervoor laten vaccineren. Mm. En dat is natuurlijk het vaccin. Maar daarnaast zeker moet zorgen dat je gezond bent, dat je groenten eet. Dat je, dus ook je Vita, zeker. Ja. Iwan? Ja, ik ben blij met het antwoord van de heer en die mevrouw. Want ik heb, je noemde net de medicijn die wij hier op tafel hebben van de heer Homoet. En ik kan u verzekeren dat ontzettend veel mensen deze medicijn inmiddels gebruiken. Het is een kuur waarbij ze om de 5 uur een theelepel moeten innemen. Ik ken vrienden van mij in Suriname die op sterven na dood waren. En die zijn door die medicijn van die meneer eigenlijk weer opgekalefaterd. Ik kan niet zeggen van ze zijn helemaal... ze zijn in elk geval niet positief meer. Ze zijn tenminste... Ze zijn geholpen door die meneer, door die medicijn van die meneer. Terwijl ze dus niet gevaccineerd waren. Ik heb zo gezegd, je moet en-en doen. Want dat is het meest logische wat er bestaat. Maar nogmaals, die osodresis van mensen in Suriname... en deze osodresis, het mooiste hiervan is... deze meneer heeft het geleerd van zijn vader. En die vader is al 4 jaar geleden overleden. Toen was COVID er niet. Dus deze medicijn is niet speciaal gemaakt voor COVID. En dat is het wonderbaarlijke hiervan. En nogmaals, ik heb hier tientallen mensen in Nederland die zijn die medicijn gaan halen. En ze zijn daar van positief negatief van geworden. Dat maak ik gewoon dagelijks mee. Dus ik heb het daarom ook hier op tafel. Waarvan akte, dat heeft u gehoord. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig, als u deze geluiden en signalen krijgt, hoe u dat meeneemt in de voorlichting naar het veld toe. Wat neemt u mee en wat kunt u ons vertellen over waar die voorlichting nou bij u verschilt van wat de GGD en de overheid doen? Nou, in die zin denk ik dat wat nu wordt aangegeven, dat er verschillende middelen zijn die kunnen bijdragen aan je algehele gezondheid. Daar is de GGD, dat ontkent de GGD ook niet. En misschien stimuleren we dat juist ook. Ja. Zorg dat je inderdaad in de basis gezond bent. Maar als jullie namen kunnen dat andere groenten en fruit zijn dan die misschien in Nederland te gewend zijn te eten en wat voor drinken ze hier hebben. Neem dat vooral tot je. Maar ik denk dat we in essentie wel dezelfde boodschap hebben. En nogmaals, die specifieke, dat coronavirus, daar is een bescherming voor specifiek daartegen. En ik geloof ook dat groente en fruit helpt. Maar het helpt niet direct om iemand van positief negatief te maken. Nee. Okay. Dat is wel een andere nuance. En mevrouw Nunnally? Ja, ik heb het meneer niet zo goed kunnen horen. Maar wat ik begrijp is dat de medicijnen het proberen om mensen van positief naar negatief te delen. Klopt dat? Ik heb dat inderdaad gezegd. Ja. Omdat ik minstens 1 hele goede vriend heb die dat was. Ja. In Suriname. Die meneer die was in Suriname, heeft hem geholpen. En daarna, zelfs binnen 24 uur, was hij negatief getest. En hij leeft nog steeds. Terwijl hij was al bijna dood. Hij kon niet meer. Ik kon niet eens praten. Ja, ik ben een week in Suriname geweest. En ik heb inderdaad veel van dit soort verhalen gehoord. Nou,
Ja, dat is natuurlijk geweldig dat hij weer binnen 24 uur van positief naar negatief is gegaan. Ja, dat zouden we dan ook direct in beeld te brengen bij de media en in de panels. Maar ik wil toch gewoon wel erop wijzen van... neem in ieder geval alle benen mensen mee die u adviseert om en dan te doen. Om zich daar aan te moedigen. Iedereen is daar natuurlijk geheel vrij in. Maar probeer wel de mensen duidelijk te maken dat het gevaar kan zijn om het ene te laten. Oké. Maar dat betekent dat u dan in uw voorlichting, die u onder de begrijp ik van uw Surinamers gaat doen, een soort combinatie is van voorlichting. Ik heb in Rotterdam gezien dat men in de wijk met zo'n busje rondrijdt en de mensen één op één, woning voor woning aanspreekt. En dan zou die combinatie van wat we nu hebben genoemd ook een onderdeel kunnen zijn van die voorlichting. Nou, als het aan mij ligt, beter van deur tot deur om in ieder geval dat gesprek aan te gaan. Want op dit moment gebeurt dat te weinig. Ja, okay. Weinig vanuit alle verschillende bestuurslagen, is mijn mening. En dat vind ik gewoon heel triest. Want het wordt ook niet in beeld gebracht. We zien echt op dit moment toch heel veel witte mannen, witte vrouwen die het verhaal vertellen. Ik wil gewoon dat we onze mensen zichzelf kunnen herkennen in Efraim Hart, die ook medisch en arts is. Mm-hmm. En dat we op die manier gewoon ook bij hem terecht kunnen om die informatie te geven. Ja. Of een Ian van der Kooijen, die heel veel met cijfers ook aan de slag is gegaan. Of Quintus Richti, die ook heel veel ervaring heeft vanuit zelf bestemd geraakt. En zo zijn er nog veel ambassadeurs. Of zelf ervaring hebben, omdat ze zichzelf hebben laten vaccineren, dat we gewoon de verschillende verhalen aan elkaar, met elkaar moeten gaan delen. Want nu is het veel via social media, veel via misleidende informatie. En daar zit met name mijn zorg. Ja, omdat okay. Maar dat betekent, u bent lid van D66, begrijp ik. Dus u zou ook een ingang hebben als het gaat om de politiek in Nederland. Want meneer Hugo de Jonge en D66, meneer Hugo de Jonge CDA en D66 en ChristenUnie zijn partijen waarvan ik altijd nog steeds de hoop heb dat zij genuanceerd voorlichting zullen blijven geven en aanmoedigen als het gaat om de COVID-aanpak. Ook daar ben ik wel mee bezig om gewoon wel ook binnen mijn eigen partij. Ja. Maar dit is partijoverstijgend, hè? Want dit staat los van de politiek. Absoluut, ja, absoluut. Maar tuurlijk, het netwerk wat we hebben, zetten we ook wel in om te zorgen om wel de mensen ook op het andere meer te gaan bereiken. Ja. Hè? Het is gewoon heel hard nodig. Meneer Hart? En ja, toch even daarop aanvullen, want die genuanceerde aanpak. Ik denk wel dat we op één gebied wel heel helder moeten zijn. En dat is juist het vaccin. Dus zeker moeten we kijken naar andere vlakken. Maar waar we rekening mee moeten houden. Wij als individu allemaal afzonderlijk maken natuurlijk bepaalde dingen mee. Ja. In eigen omgeving. De ene ziet dat misschien een sinaasappel helpt. De ander ziet dat groen helpt. Maar als we dat op grote niveau kijken. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld nooit iemand zien overlijden. Maar landelijk zien we zoveel mensen sterven. Dus je hebt daar misschien zelf niet helemaal de feeling bij. En daardoor maakt iedereen steeds zijn eigen afweging. Mm-hmm. Maar houd daarbij steeds rekening met dat we op landelijk niveau zien, op groter niveau, zien wij echt de effecten van een vaccin. En zo'n osteoderesie, daar moeten we misschien nog meer naar kijken, wat dat naast doet. Maar dat is toch wel iets waar ik niet op zou willen nuanceren op die boodschap. Hè? Dat het vaccin echt werkt en dat ik toch echt iedereen adviseer. Los van, hè, als je echt principiële religieuze overwegingen hebt, waarbij je dus de voordelen krijgt. Alsnog doe ik het niet. Maar mijn advies is echt dat het patiënt toch beter werkt dan als je het niet doet. Meneer Hart, ik heb een vraag voor u, hè. Want wat we de laatste tijd toch tegenkomen in het veld, op het werk, bij collega's, is dat er gezegd wordt, mensen die gevaccineerd zijn, die overlijden alsnog. Die overlijden ook. Ze raken weer besmet en ze gaan dood. Dus het vaccin werkt niet. Wat zegt u daarvan? Ja, dat is een omgekeerde redenering. Ja, maar er zijn zeker mensen die gevaccineerd zijn, die ook op de IC belanden en inderdaad die ook sterven. Ja. Dat is ook een groep. Het risico om bijvoorbeeld op de IC te belanden nadat je gevaccineerd bent is 17 keer lager
als je niet gevaccineerd bent. Maar het is niet nul. Dus hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer mensen we dus ook op de IC gaan zien. Ja. Dus het is niet dat het 100% werkt. Dat iedereen die een vaccin heeft gelijk beschermd is. Daarom moet je dan waarschijnlijk ook weer een booster nemen. En misschien over een aantal maanden nog één. Maar het werkt dus wel vele malen beter dan als je dat niet neemt. Dus de kans om te overlijden voor een gevaccineerde is lager dan wanneer hij niet gevaccineerd zou zijn. Zeker. Ja. Zeker. Maar dan hebben we een belangrijk punt te pakken. Ja. Want er is veel wantrouwen. Ik kan me dat wantrouwen ook voorstellen. Ik had zelf ook niet verwacht dat ik binnenkort voor een boosterprik opgeroepen gaat worden. En voor een griepprik binnenkort. En ik vind, als we de voorlichting geven aan mensen, dan moeten we ook open en eerlijk zijn over de onzekerheden die er zijn. En niet zo stamtepé maken als dat de oplossing is. Want dat heeft de regering wel uitgestraald. Als je maar gevaccineerd bent, dan zijn we er. Dan kunnen we dansen met Janssen. Maar zo is het niet gelopen. Nee, dus in die zin is het risico verlagen. Het risico is nooit nul. Het is niet. En ik heb ook geen glazen bol, dus ik kan ook niet zeggen van als we allemaal gevaccineerd zijn, is alles voorbij. Maar dan moeten we communiceren. Ja, maar wat ik dus wel weet, is het feit dat ik een vaccin neem, heb ik dus 17 keer minder risico om die te belanden. Ik weet, mijn risico is niet nul. Dus dat is wel een verschil inderdaad. Mevrouw Nunnally en meneer Hart, ik zal u een verhaal vertellen. Op mijn werk is er een Surinaamse schoonmaakster. En ik praat bijna elke dag wanneer ze daar is, praat ik met haar. En ik heb haar gezegd, het is verstandig om het vaccin te nemen. En om zich te laten prikken. En ze had het nog niet gedaan. Maar een van die dagen zei ze, ze heeft al een afspraak gemaakt met de GGD. Maar weet u wat de ware reden is waarom ze dat toch gedaan heeft? Omdat je nergens komt zonder QR-code. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Dus mensen, het is niet uit een medische noodzaak dat men zich laat vaccineren, maar uit praktische redenen. Want ze willen binnenkort naar Frankrijk. Ja, maar het is nog veel erger. Ik ben gisteren met mijn voetbalclub een wedstrijd weten spelen. Een amateurclub. En ze konden niet in de kleedkamers, want ze hadden geen QR-code. En nou, dat betekent dat een heleboel van die boys zeggen van, jullie bekijken het maar. Ik ga naar huis. Nee, maar het kan ook iets anders zijn. Het kan ook zijn, dan gaan we ons laten vaccineren. Dat kan ook. Dat zou kunnen. Maar ik bedoel, dit is een vorm van dwang. Zachte dwang, Ik wil het toch even op een ander niveau leggen. Ja, dat kan. Natuurlijk, het persoonlijk is heel vervelend. Maar ik weet niet of een van jullie ooit iemand in een ziekenhuis heeft zien sterven. Natuurlijk verschrikkelijk. Intussen heb ik het een plek kunnen geven ook. Uh-huh. Maar wat ik nog erger vind eigenlijk is om iemand te zien sterven als je weet dat diegene daar niet eens gaat hoeven liggen. En aan de andere kant vind ik het heel vervelend dat mensen dan bijvoorbeeld door geen QR-code niet kunnen voetballen. Maar ik zie die andere kant in het ziekenhuis en ik vind het vervelender als mensen sterven omdat ze verkeerde informatie hebben gehad. Omdat ze dan zeggen van ik neem het vaccin niet. Dan denk ik, waarom lig ik hier? Iemand had je gewoon een goed gesprek met je moeten hebben een paar maanden geleden. Ja. Ja, dus ik weeg die twee dan wel naast elkaar. En dan, ik heb liever dat minder mensen sterven. Ja, maar ik ben het met u eens. Ik ben zelf verpleegkundige. En ik weet hoe afschuwelijk het is als iemand overlijdt waarvan je achteraf kunt zeggen van god, dat was niet nodig geweest. En we zullen dus ook in die informatie die we verstrekken aandacht moeten schenken aan, denk ook aan degene die uiteindelijk daar liggen en dan uiteindelijk erachter komen van ik had waarschijnlijk een andere besluit moeten nemen. En die aandacht is ook wel belangrijk, vind ik. En als we mensen over de streep kunnen halen, dan zal de overheid af en toe wat soort voorbeelden laten zien. Niet dat je in de privésfeer van mensen gaat, maar laat af en toe wat voorbeelden zien. Maar dat spreekt gewoon aan. Nou ja, precies. En die informatie, hè, dat is daarom ook de COVID urgency. Uh-huh. Om die informatie met elkaar zo snel mogelijk en op een urgente manier het gesprek aan te gaan. Ik weet niet, vorig jaar is een van mijn belangrijkste kennis. Voor vele Fred Frits James, die kennen jullie waarschijnlijk ook in Rotterdam, Kruiskade. Hij was ook met de obstetricie en allemaal. Oh ja, ja, ja. Die is overleden. Klopt. Dat was een van mijn eerste mensen
in de omgeving waarvan ik dacht, ik vond dat zo heftig en triest en jammer. Dus ik denk dat als we met elkaar al die informatie preventief geven, nu het gesprek voeren, om in ieder geval dan tot een eerlijk besluit voor je eigen lijf en je eigen leven te komen, dat is waar het over gaat. En inderdaad, lastig met die voetbalwedstrijd, of dat de mensen niet kunnen voetballen. En daarom nu al met elkaar. We hebben echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar elkaar om die informatie aan elkaar te geven. En die misleidende informatie teniet te doen. Want dat vind ik echt een zorg. We zijn gekomen aan het einde van onze tijd. Ik geef jullie beiden de kans om zeg maar een laatste woord te richten tot onze luisteraars. Meneer Hart? Ik heb het laatste stukje niet. Ja, u krijgt nu de kans om de luisteraars om een laatste woord, om een, iets te zeggen tegen de luisteraars die nog twijfelt of hij of zij zich moet laten prikken. Oké, maar voor mij is het heel duidelijk. Als je principiële redenen hebt, dus religieuze redenen waarom je niet laat vaccineren, maar je hebt wel alle juiste informatie tot je, dus je weet dat het vaccin helpt, dan mag je zelf de keuze maken. En ook als je niet de juiste informatie hebt, zelf de keuze maken, mag je zelf de vaccin helpen. Dat het ervoor zorgt dat je veel minder groot risico ziek te worden. Goed, mevrouw Nunnally? Ja, luisteraars en iedereen in de studio, dankjewel in ieder geval voor dit moment. En de coronapandemie, het raakt ons echt allemaal. Het raakt Nederlanders met een migratieachtergrond buitenproportioneel hard. De helft van de mensen die op de IC belanden zijn ongevaccineerd en hebben een niet-wettelijke achtergrond. De reden dat we zich niet laten vaccineren zijn vele rijk. Het doel van COVID Urgency is niet om mensen te veroordelen en zich te verplichten om te vaccineren. Maar de boodschap is om in ieder geval de informatie tot je te laten nemen. En in ieder geval de informatie voor jezelf goed te bewegen om te kijken wat de vaccinatiebereik bij jouzelf als mens. Voor jezelf, maar ook voor ons allemaal. Dank jullie wel. Goed, mevrouw Nunnally en meneer Hart, hartelijk dank voor de toelichting die jullie gegeven hebben op die vaccinatiecampagne. Wij zullen, wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft, nogmaals een beroep op jullie doen. Voor nu, hartelijk dank en nog een fijne voortzetting van de zondag. Ja, dank u wel. Ja, dank je wel. En jullie ook een hele fijne uitzending. Fijne zondag ook. Ja, bedankt. Ja. Ja, Wil, dat waren mevrouw Joan Nunnally en de heer Efraim Hart. Meneer Hart is trouwens arts en hij heeft vanuit die hoedanigheid ook het een en ander verteld over de voordelen van vaccin. En het belangrijk is dat mensen moeten weten dat het vaccin de kans op overlijden verkleint. Ja, en ik denk dat de luisteraars dat uiteindelijk ook door deze discussie en deze voorlichting mee kunnen nemen en ook in hun omgeving met hun jongeren kunnen praten erover. Met de nadruk van neem een goed en overwegend positief probeer te, wat je kiest te besluiten zodanig dat we ook onze ouderen en onze moeders en vaders, ooms en tantes kunnen beschermen. Dus neem niet het besluit alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ik denk dat ze dat heel duidelijk hebben gemaakt vanavond. Ja, en we begrijpen de onzekerheid van mensen. Ja. Dat ze niet weten wat de gevolgen op de langere termijn zullen zijn. Maar in feite weten we dat van niks eigenlijk. Ik bedoel, het is maar goed op voor de gesprekspartners hebben ook gezegd dat de mensen die nu belanden in de IC's zitten voornamelijk ongevaccineerden, waaronder heel veel mensen uit de Surinaamse gemeenschap. Ja. Dus dat is ook iets waar we toch rekening mee moeten houden. En de heren en de mevrouw zeiden ook, je moet zelf weten wat je moet doen. Maar de voordelen van het vaccin zijn bewezen. Ja, en ze liggen wel op tegen het gevaar om op de IC terecht te komen. Ja, en we hebben de verantwoordelijkheid om onze luisteraars
ook daarin mee te nemen en te informeren. Ja.